het rem gewoon goed. Ja? Ja. Zeker in het toerengebied eigenlijk waar je zit. Het scheelt de helft in de toeren. Ja, maar normaal zit je toch zeg maar, bij die 2000. Ja. En nou, je gaat daar nou eigenlijk de 1500 niet eens over. Nee, daar komt hij eigenlijk niet over. Nee. Hij blijft mooi in het groene gebied. Ja, het comfort, zei je, ja, het is af en toe een beetje hakkerig. Ja, maar ja, dat is even wennen. Ook nog nooit met een Mercedes gereden. Nee, dat kan natuurlijk ook even het gevoel van het gas en de motor moet je even leren kennen ook. Maar, maar dat stoten, dat heeft ook niks met jouw uitvinding te maken. Nee, nou ja, hij is natuurlijk wel wat krachtiger. Hè? Dus je krijgt wel een klein schokje en dat kunnen we wel verbeteren hoor. Maar dat hebben we nog niet gedaan. Maar inderdaad, het heeft ook te maken met de bak en de afstelling met het schakelmoment. Daar moet hem in principe onderaan gewoon kunnen houden. Kijk, zie je? Ja, houdt hij. Ja. 1000 toeren, hè? Ja. Ja. Dat is echt niks, hè? Ja. Maar je ziet dat hij hem houdt, hè? Hij houdt hem. Ja, hij houdt 40 ton, ja. 10e versnelling, hè? Dus, ja, daar is best wel hoog. Ja. Ja. En je zit op 1200 naar 1300 toeren. En wat vind je van het geluidsniveau? Is dat, Niks hinderlijk. Nee. Hetzelfde een beetje als jou? Ja, je mag best wel horen dat die rem. Ja. Ja, zolang het maar niet irritant is toch? Ja, nee, maar. Nee, dat is heel irritant. En er gebeurt ook wel wat in die motor eigenlijk. Ja, ja. Hij gaat in principe averechts draaien eigenlijk. Maar... Er wordt een hoop druk opgebouwd. Ja. Met de zuiger naar beneden gaan, gooit hij toch ook even open dat hij vacuüm zuigt, toch? En dan zuigen hem net totdat hij helemaal boven is, dan gooi je het klepje open. Ja. Dus dan is alle compressie weg. Ja. En dan moet hij weer heel veel werken om hem weer terug te gooien. Dus, dat maakt hem remmend. Ja, wat vind je ervan zo? Ja, goed. Ja? Ja. Beter dan je zou verwachten? Of, ja. Veel beter dan je eigen Magnum? Hij rem op zich ook wel net zo goed, alleen een heel stuk minder in zijn toeren. Ja. Dat kun je gewoon merken. Maar de mijne houden hem ook wel, maar dan zit je wel Met twee toeren en misschien wel meer.